cocktail. Ja, ik had iedere dichte bar gaat open. De beste bartender ter wereld is er weer. Tess Possemus. Hi. Hi. Leuk dat je er weer bent. We gaan gewoon door met de stoomcursus cocktails maken. Precies. Wat heb je deze keer meegenomen? Nou ja, wat ik aan mij gezien is een gelukkig nieuwjaar. Hè? Gelukkig nieuwjaar, Tess. Nee, dus ik dacht, je hebt natuurlijk alle mensen die goede voornemens hebben. Mensen gaan stoppen met roken, stoppen met drinken. Oh ja. Ik dacht, we gaan een non-alcoholische cocktail maken. Oh, ja, oh, je zwaait je kantine gasten uit. Ik was even afgeleid. Een non-alcoholische cocktail. En als leuk klein trucje heb ik daar een hop soda voor meegenomen. Hopster heet het. Dus de cocktail die ik ga maken heet ook de Hopster Galore. Wat is hop soda? Ja, het is een frisdrank gemaakt van met hop. Een soort bier? Ja, maar dan geen bier. Dus ja, bier wordt natuurlijk gemaakt van met onder andere hop. Dus daarom vond ik het wel leuk om dit dan in mijn non-alcoholische cocktail te gebruiken. Ja. Maar verder heb ik een hele mooie groene thee, een Sencha. En die heeft zelf van zichzelf al een beetje artisjokken. Ruik ik er altijd een beetje in. En dat gaat heel goed samen met dat hop van die frisdrank. Mm. Dan een beetje limoensap. 10 milliliter. En dan kan je straks, om het leuk interessant te maken, kan je wat spice toevoegen. Ja, en ik kies dan nu voor Tabasco, omdat je dat redelijk goed kan doseren. Dus je kan druppeltjes gebruiken. Mm-hmm. Maar je kan er ook bijvoorbeeld een schijfje verse jalapeno bij doen, als je dat dan meeshakt. Oh. Kom maar. Eén druppel. Eén druppel? Tweeënhalf heb je. Oh, okay. En heel klein beetje suikersiroop. Dus 15 milliliter. Aha. Uh-huh. Nou, dat gaan we even shaken, want die thee die heb ik al wel van tevoren gezet, maar die is nog een beetje lauw. Oh ja, dat moet wel koud zijn. Precies, dat is zeker wel lekker koud. Ik heb hem redelijk sterk gezet, dus 2,5 minuut. Dat is redelijk sterk voor een groene thee. Maar ik heb hem op 80 graden gezet, dus hij is niet dat hele bittere. Maar hij heeft wel genoeg smaak om dat die verwatering weer van het shaken aan te kunnen. Dus dat gaan we nu even doen. Ja, dit is twee wekelijkse hoogtepunt. De shake. Zo. Nou, dat strainen we dan weer mooi in een longdrinkglas vol met ijsblokjes. En daar schenken we dan die hopsoda. Het is ongeveer een kwart is ongeveer hopsoda. Ja, het komt ongeveer neer op 90 milliliter. Dat roeren we dan even heel kort door. Zo. En een klein limoentje als garnering. Nou, als je dan bijvoorbeeld toch jalapeno had gebruikt als de spice, dan kan je natuurlijk ook verse jalapeno op de rand zetten om het zo te garneren. Alsjeblieft. Dit is de eerste alcoholvrije cocktail die jij hier maakt, volgens mij. Cheers. Volgens mij ook. Cheers. Dat is heel bijzonder. Heel lekker? Ja. Weet je, volwassen non-alcoholische cocktail, hè? Ja, zeker ja. Die mist de alcohol echt niet. Nee, kan heel goed. Ik heb je trouwens wel een keer iets non-alcoholisch gemaakt. Het was een punch, maar het was niet voor jou toen. Toen was jij er niet. Mm. Het is wel onze eerste non-alcoholische. Het is onze eerste non-alcoholische. Ik vind hem hartstikke mooi. Gelukkig. Als je nou die hopster niet in huis hebt, kan het ook met iets anders? Voor deze cocktail is die wel echt nodig. Hij heet ook de Hopster Galore, dus zonder wordt het lastig. Oh ja. Maar je kan hem ook online bestellen bij Dorstlust. Dat is een winkeltje in Amsterdam-Oost. Maar die website moet je even googlen. Volgens mij is het gewoon dorstlust.nl. Daar kan je het gewoon kopen. Oké. En als je receptje nog even wil teruglezen? Online. We hebben het dan weer gefilmd. Ja, natuurlijk. Kijk op mijn YouTube-channel komt hij weer. Kijk naar de film. Tess Possemus. Heerlijk was hij. Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.